Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 27 hier in Italië. Op het snelle circuit van Monza. Heb je die vorige video in Nederland gemist? Zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan recht door het i'tje. Klik erop en zul je die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van mij mist. De vorige video verliep helaas niet zo lekker. Kwamen we daar helaas snelheid tekort. En de strategie zat gewoon niet mee in Zandvoort. Hopen dat deze race wel mee zit. We kunnen eigenlijk niet zoveel meer aanpassen aan de auto. We hebben te weinig resource punten over. En ook onvoldoende geld om wat aan de faciliteiten te kunnen doen. Gaan sponsorship gewoon even verlengen. Spoelen we de tijd even door. Komt een kleine update aan van de aerodynamica volgens mij. Gaan we nog even kijken wat we misschien nog kunnen gaan doen. Gaan kunnen kopen. Maar helaas hebben wij onvoldoende geld daarvoor. En het is tijd voor de kwalificatie. Kijken wat we dan kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1. Helaas hebben we een fout. We moeten een aantal seconden dus even kunnen niks doen. Een sensorprobleem. Maar goed, dat is zo voorbij. Er is regen voorspeld, dus kan op zich leuk worden tijdens de kwalificatie. Nog ongeveer 10 seconden en dan kunnen we de baan op voor het eerste kwalificatiedeel. Probleem is verholpen. Kunnen we nog even gaan kijken wat we met de car setup kunnen gaan doen. Oftewel de auto afstellen. En dan gaan we gewoon beginnen voor onze eerste run in Q1 in Italië. Op dit bloedsnelle circuit. Zijn we aanbeland en pakken gelijk wat slipstream van Mark Webber, onze teamgenoot. Die was bezig met een inlap. Dus hij moest sowieso aan de kant. Dus hebben gewoon gratis extra topsnelheid gekregen. Helaas gaan die twee bochten minder goed en krijgen een waarschuwing vanwege de bochtafsnijding. Komen aan bij het einde van mijn eerste run in Q1. En dat is de snelste tijd. Uiteindelijk is dat een P9 geworden. Maar goed, dat geeft niks. We zijn door naar Q2. We hebben helaas niet start als laatste. Aanbeland bij Q2. Flinke bewolking is toegenomen. Aan de binnenkant zit Stroll. En Sainz zit zometeen, denk ik, de eerste tijd neer in Q2. We gaan gewoon naar buiten op de zachte banden. Sainz moet zijn ronde nog neerzetten. Wist ik niet. We gaan daar een beetje elkaar in de weg zitten. Maar doen dit gewoon goed door Sainz de deur te sluiten. Hij kan er niet langs. En wij kunnen gewoon aanzetten voor onze hopelijk eerste en laatste run in het tweede kwalificatiedeel. Dan zijn we aanbeland bij het einde van mijn eerste ronde. En dan laten wij de snelste tijd noteren. Sainz na P2. Een uitstekende ronde dit. En dat betekent snelste tijd in Q2. Goed gedaan. Op 65.000ste van Sainz.
is allemaal oké. Hier draait het om. Om de pole position. Kunnen wij die gaan afpakken van de Ferrari coureur die hier als top favoriet aan de slag kan gaan voor het Italiaanse thuispubliek. We hebben wel iemand voor ons, een Mercedes, alleen die rijdt te ver weg, dus hebben geen last van de auto. Wel een klein beetje onderstuur bij het begin van die eerste bocht. Hebben wat tijd verloren daardoor. Ik kom aan bij het einde van mijn eerste run in Q3. En dat is voorlopig de pole position. Goed gedaan, uitstekende ronde. En dat betekent dat wij ook definitief de pole position hebben behaald. Perez naar P2, Verstappen 3. En Ferrari stelt teleur met Leclerc en Sainz op P6 en 8. Prima ronde, goed gedaan. En op naar de race en kijken wat we dan kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Welcome to the venue of evocative corner names like Parabolica, which was renamed in 2021 to Curva Alboreto in honor of Italian motorsport legend Michele Alboreto. It's a fitting tribute to him here at Monza ahead of the Italian Grand Prix. This place is all about speed. It is a unique challenge. You've got the chicane at turn one, the Varianti Ascari at turns 8, 9 and 10, and the Parabolica to conclude things at 11. Top speeds pushing 215 miles per hour. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The Professor lines up on pole position, edging out Sergio Perez, who lines up P2. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Hamilton, Russell, Leclerc, Oscar Piastri, Albon, Bottas, Stroll, Norris, Joe, Magnussen, Ocon, Sargent, Hülkenberg, Gasly, Sainz, Tsunoda, Richard Vershaw, De Vries, and Mark Webber rounds off the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. Nou, dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid. Trekken dus vanaf pole position op deze strak blauwe dag in Italië. En kijken wat we kunnen gaan doen. Hopen dat de race interessant wordt. Starten in ieder geval proberen om op de zachte band te starten. De strategie zegt medium hard of hard medium. Gaan we dus even niet doen. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronden. Bijna iedereen rijdt op die zachte band. Okay, so let's go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. Heel veel informatie, maar goed, dat weten we eigenlijk allemaal al wel van de engineer. En dan komen we aan bij onze startpositie voor aflevering nummer 27. We komen er prima in. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 27. Kunnen wij van pole naar de race-overwinning rijden? Dat is de vraag. De laatste auto's komen nu bij hun positie aan. En dan gaan we gewoon beginnen voor F1 23 My Team Career Mode. Aflevering nummer 27 is onderweg en komen goed weg. Knijpen dan gelijk Perez af en dat is gelukt. Max ook goed weg, is naar P2 gegaan. Perez pakt die positie terug.
Aanremmen eerste bocht lukt ook gewoon hartstikke goed. En wij behouden de leiding in de eerste ronde van de grote prijs. Goed gedaan, gele vlag wordt daar een beetje gezwaaid. Maar we kunnen weer verder racen. Beide Red Bulls in met elkaar in gevecht voor P2. En wij noteren paars in sector 1. Perez dus heeft P2 vastgehouden ten opzichte van Verstappen. Hamilton op 4, Leclerc op P5. Komen we aan bij dit rechte stuk hier. En wat kan Max Verstappen? En wat kan Perez hier? Zij aan zijde bij de Red Bulls vechten voor P2. Zitten we in ronde nummer 2 van de race. Als daar Perez aan ons voorbij gaat. Max deed daar een aanval, mislukte. Kunnen laat remmen naar de Mexicanen. Raken elkaar daar ook in de laatste bocht. Geen schade gereden aan beide auto's. Dat betekent dat Perez hier weer kan aanvallen met zometeen DRS. Maar hij is er hier al voorbij op het rechte stuk. Gooi je de overtake nog aan om wat te proberen kunnen laat remmen. Neem hier de buitenste lijn wat de binnenkant wordt. En het is nog steeds P1 in ronde nummer 3 van de race. Goed gedaan. Hamilton volgt ons en is naar de tweede positie verwezen. Verstappen teruggezakt op P4. Hamilton aan de buitenkant. Maar kan er niet voorbij. Russell op P5. Verstappen op P4, Perez op P3, Lewis Hamilton dus op de tweede positie. En wij dus aan de leiding in de grote prijs van Italië in ronde nummer 3. Hier volgt dan weer een DRS-zone. Hamilton kan er alleen maar kijken. Misschien aanvallen aan de buitenkant is net niet genoeg ruimte en lukt niet. Ronde nummer 4. Als dit keer Verstappen en Perez weer zijn toegeslagen en rijden naar P2 en P3. Max wordt daar even afgeknepen. Maar kijk hier naar de buitenkant. Kunnen laat remmen bij onze landgenoot. Dat gaat maar net goed over de curbstone heen. Maar nog steeds P1 in handen. En we houden gewoon de strategie die voor ons gepland was. We stappen hier dan aan de buitenkant. En Perez is er voorbij. Perez naar P1. Probeert die binnenkant nog af te knijpen. Lukt niet. Wij vinden daar toch nog ruimte. En zo duwen wij Perez als het ware aan de kant. Ronde nummer 5 alweer. Perez nog steeds proberen aan te vallen bij ons. Hamilton dit keer naar P2. Max weer doorgeschoven tot P4 in ronde nummer 6. Lewis wou daar aanvallen. Hebben hier DRS trouwens van Perez. Dat is goed om te zien. Maar die Mercedes is snel. Kunnen het gat daar mooi dicht remmen. En duwen Lewis daar even wijd. Einde ronde nummer 6. Als Lewis Hamilton en Perez daar aanvallen voor P1 in de race. Maar wat kunnen wij doen nog op dit rechte stuk? Hebben maar weinig ERS meer over. De beide Red Bulls vallen ons aan. Max lukt het. Perez helaas niet. En remmen laat naar Verstappen. Goed gedaan. Krijgen een waarschuwing. Wegen het toucheren met Max. Gaat om de leiding in de grote prijs van Italië. Verstappen aan de binnenkant. Is er voorbij. En knijpen hem daar als het ware richting die curbstone. Goed gedaan. Prima race tot nu toe. Einde ronde nummer 7 alweer. Als daar Perez aan de binnenkant zit. En Verstappen aan de buitenkant. De beide Red Bulls gaan ons voorbij. Ook Lewis Hamilton passeert ons. Maar wij remmen hier dat gat weer dicht. Nog steeds aan de leiding in de 8e ronde van de race. Perez hier aan de binnenkant proberen. Lukt daar net niet. Zitten we
in ronde nummer 9 van de race, als we daar een track limit waarschuwing krijgen. Onze eerste van de dag. Perez aan de buitenkant is er voorbij. Maar doet dit niet slim om die binnenkant te verdedigen. Dus wij vinden ruimte aan de buitenkant. En zo pakken wij weer P1 terug van de Mexicaan. Gaat al rondenlang zo achter elkaar en we duiken naar binnen in ronde nummer 9. Geef ik aan de ingenieur. En Perez kan er niet langs. Russell op P4 en Norris op P5 nog steeds. Lewis Hamilton is naar binnen gedoken voor de mediumband. Gaat de undercut proberen op ons. Moeten daar rekening mee zien te houden. Perez kan hier aanvallen aan de buitenkant. Maar is er nog niet helemaal voorbij. En duiken dus naar binnen in ronde nummer 9. Om de undercut van Lewis misschien te stoppen. Dat hij er niet in slaagt om ons voorbij te gaan. Maar hij heeft versere banden en geen vuile lucht. Ze hebben gewoon druk van achter. En Perez gaat een ronde langer door. Hetzelfde geldt voor Bottas en Sainz en Gasly. Max naar binnen gedoken. Norris naar binnen gedoken. Mark Webber is naar binnen gedoken. En waar is Lewis Hamilton? Komt nu richting start-finish. 2.3 is de pitstop. Kom wat sneller. En Hamilton heeft de undercut. Komt net voor ons de baan op. Dus Lewis Hamilton heeft de undercut geslaagd op ons. Jammer maar helaas. Nu moeten wij naar de Brit toe zien te rijden. En we zitten in ronde nummer 11 van de race als de safety car op de baan is geroepen. De safety car op de baan, dat betekent dat Zhou naar binnen kan voor een nieuwe set banden. En de safety car duikt alweer naar binnen en wij zijn doorverwezen naar een tweede positie achter die Lewis Hamilton die ons heeft gepasseerd tijdens de pitstops in ronde nummer 13. Nog 6 rondes te gaan in de race. We zitten gewoon te kijken bij Hamilton om misschien iets te kunnen proberen tijdens die herstart. Volgens de regels mag het niet wat we nu doen. Maar goed, er is niks in het reglementenboek in dit spel. Dus dan mag het. En Hamilton gaat daar op het gas. Waren daar niet zo wakker, maar kunnen hier al profiteren van de slipstream en de overtake. Wordt een drag race naar de eerste bocht. We kijken naar de buitenkant. Nemen hier een wijdere lijn. En zo pakken wij P1 af van Lewis Hamilton tijdens de herstart. Goed gedaan. Nu kunnen we wegrijden van de Brit. En proberen deze overwinning naar huis toe te rijden. Gat naar Lewis is ongeveer 3/10 geel in sector 1. Omdat daar iemand denk ik gaat uitvallen. Dat is Max Verstappen. Max Verstappen pakt hier 0 punten in Italië. En staakt de race. Groene vlag wordt gezwaaid. Kunnen we weer verder racen. Maar dan komt de safety car voor een tweede keer de baan op. Vlak nadat de safety car naar binnen is gedoken, mag Bernd Mailänder weer het veld leiden. En zo zijn de rollen omgedraaid, terwijl hier een herhaling is van Verstappen. Nu leiden wij de herstart en mag Lewis Hamilton het gaan proberen. Terwijl in de vorige ronde deed Lewis Hamilton de herstart en toen konden wij aanvallen bij de Brit. En Verstappen verliest gewoon, denk ik, de versnellingsbak. 0 punten voor de landgenoot. En dat is pijnlijk voor zijn titelstrijd. Safety car is naar binnen gedoken in ronde nummer 16. Nog 2 rondes te gaan in de race. Zeg ik dat goed? Zeg ik niet goed. Nog 3 rondes te gaan in de race. We doen het hier rustig aan. Banden nog even op temperatuur zien te brengen voor de herstart. En Bernd Mailänder is naar binnen gedoken voor weer het wachten tot de volgende safety car weer op de baan is. Als wij weer gaan
Racen hier in Italië en zijn wakker. Lewis Hamilton heeft een hele slechte herstart. Kan daar niet aanvallen. Uitstekende herstart van onze kant. Goed gedaan. En zo behouden wij de leiding in ronde nummer 17. Wat kan Lewis Hamilton zometeen op het rechte stuk? Hier even helemaal niks. En laten de sector 1 als groen noteren. Ronde nummer 18 is het. Als Lewis Hamilton daar kijkt aan de buitenkant, is er nog niet voorbij. Albon probeert het voor het podium. Maar Lewis wordt naar de buitenkant gedrongen. En zo behouden wij de leiding in de ene laatste ronde van de race. Albon nog steeds op P3. Voor het podium, voor Williams. Kan hij dit volhouden? Zitten we in sector 2 van ronde nummer 18. Als Lewis Hamilton het hier opnieuw probeert. Maar kan er niet langs. Zometeen hier dan. Op weer een rechtstuk. Gooien onze overtakeknop aan om nog wat te proberen te verdedigen. En dat lukt. Lewis kan er niet langs. Wij houden de auto heel breed. En Albon gaat deze laatste ronde in als een podiumfinisher op dit moment. Wat kan Norris? Laatste ronde loopt en DRS is beschikbaar gesteld. Lewis Hamilton valt aan de buitenkant aan. Maar durft niet laat. Nou, durft wel laten te remmen, maar wij laten hem uitrollen. En zo pakken wij P1 weer terug. Albon verliest een plekje aan Norris. Zitten we aan het einde van de laatste ronde van de race. Hamilton wordt geblokkeerd. Wordt daar geblokkeerd, kan er niet langs. Probeert het wel aan de buitenkant. Norris pakt P3 af van Albon. Leclerc stelt teleur voor Ferrari. Verstappen uitgevallen, Perez stelt teleur. Lewis Hamilton komt helaas tekort. En zo pakken wij onze derde overwinning van onze carrière. Onze tweede overwinning van het seizoen. Na België ook Italië gepakt. Goed gedaan en is het op naar de volgende race. Wrap up another incredible Grand Prix weekend. Tell me, Anne, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Nou, hier hebben we dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus onze derde overwinning van onze carrière. Onze tweede race van het seizoen. Goed gedaan, Lewis Hamilton komt tekort. Om precies te zijn, 73.000ste pakt wel de snelste raceronde. We hebben helaas geen punten. Norris op het podium. En Verstappen uitgevallen. Russell nog steeds leider in het klassement. En wij vijfde in het constructeurskampioenschap. En zesde in het coureurskampioenschap. Goed gedaan. We hebben nog steeds puntloos in dit seizoen. Moet er echt wat... Moet gewoon een tandje bij gaan bij Webber. Er moet gewoon harder worden gevochten voor punten. Anders ben ik bang dat we ook van Webber maar één seizoen voor kunnen genieten. Dat we na één seizoen alweer afscheid gaan nemen van Mark Webber. Zou zonde zijn. Dan moeten we maar een betere coureur gaan pakken. En ja, dat wordt een lastige, want Hamilton, Verstappen, Norris zijn allemaal denk ik te duur voor ons. Hebben maar 4 miljoen op de bank. Dus ja, moeten we gewoon even doorsparen. En de auto moet gewoon flink worden verbeterd. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom jij dit leuk vond. Trouwens, nu op mijn gamekanaal
Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Garmin content elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was Janan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.